Ik ben Ali. Ik ben Lien. Ik ben Ali. En ik ben Lien. En dit is de Aline. Dit is mijn oma. Die is 95 jaar. Dit is mijn moeder. Dit is mijn dochter. En dit is het nieuwe aanwinst, bijna 3 weekjes oud. Aline. Nou, elke eerstgeborene dochter die wordt vernoemd. En dan afhankelijk van de generatie wordt het dan Ali of Lientje. Voor haar hebben we een combinatie van Ali en Lientje gekozen, omdat we dat in deze moderne tijd een wat leukere, modernere naam vonden. En we vonden het mooi om haar op deze manier eigenlijk naar alle 5e generaties, in ieder geval alle 4e generaties te vernoemen. Het is al de 2e keer dat de Ali's en Lientjes de 5e generatie meemaken. Kijk, hier hangt hij. Toen leefde mijn overgrootoma nog. En had u gedacht dat u dat nog zou meemaken? Nee, natuurlijk niet. 5 generaties, 2 keer. Maar ze hoopten allemaal op dat het een meisje werd. Als het een jongen had geweest, hadden ze ook gelukkiger mee geweest. Maar dit vonden ze leuker. Zullen we even een andere oma brengen? Overgrootoma. We komen altijd voor elkaar op. Ik bedoel, ja, daar zijn moeders en dochters voor. Kleine Aline, die komt in elk geval aan aandacht niks tekort. Overgrootoma. Overgrootoma. Heerlijk. Zo.